Het spook van Abercrombie. Een seriehoorspel in 6 delen, geschreven door Dick Dreux en geregisseerd door Dick van Putten. 4e deel, Dwaaltuin in de mist. Ik verklaar echt niet te begrijpen hoe de pruik van Oom Donald bij die put is terechtgekomen, Jerry. Hij legde dat ding nooit af en hij kwam daar nooit. Oh, dat is ook begrijpelijk. Deze park, die dode bomen. Dames, als we deze plantkundige uiteenzetting eens voor later bewaarden. Oom Donald is verdwenen. Huh. Eerst heb ik zijn portefeuille gevonden, nu zijn pruik. We zijn toch echt wel een beetje verplicht om na te gaan of we meer van zijn lordschap kunnen terugvinden. Vroeger was Donald altijd wel op te sporen. Hij liet overal een soort stippenlijn van lege flessen achter. Wou jij misschien in die put afdalen, Jerry? Momenten, ik heb het gezien in een voetspoor. Achter de put, grote platvoet, net of reuze eend voorbij gekomen is. Oh ja, vreemd dat Margot en ik dat niet hebben opgemerkt. Heel vreemd. Ecco, als iemand twijfelt aan mijn woord, dan kan ik heel onaangenaam worden. Jij slappe bedrieger, ik heb genoeg van jou. Hallo, afknijp en rondsloep je oren, mijn dronkman. Voilà. Maar ik zal niet toeletten dat mijn eer verdedigd moet worden door... Dan jij ook maar, hè? Het is wonderlijk om aan te zien hoe moeiteloos zoiets u afgaat. Oh, sorry, ik heb al in 6 Amerikaanse soldaten over mijn hoofd gegooid. Zo. Zijn jullie weer, kan? Oh, mijn scheenbeen. Oh. Madonna, tante, zie mijn scheenbeen. Stil, Silvio. Zoiets kan je een dame niet voorstellen. Niet hier en op deze manier althans. Daar moet je een verpleegster voor opzoeken. Waar zag je die voetstappen? Als u zou willen hebben de zo grote goedheid om mij te volgen. Oh, waarom niet? Ik ben sinds 10 jaren niet meer in ons park geweest. Het zal me goed doen weer eens de plekjes te bezoeken waar ik mijn kinderspelletjes deed. Goed, Silvio, ga maar voorop. Gaat u ook mee, notaris? Met uw verlof, my lady, ik zou me graag nog wat gaan verdiepen in een bepaald plannetje waarover ik de eer had u te spreken voor we gestoord werden. Wat was dat ook alweer? Oh ja, die leuke attentie die u voor me wilde bedenken, nietwaar? Goed, u bent geëxcuseerd. Ga jij niet mee, Jerry? Niet verder dan tot aan de put. Ik wil dat ding eens onderzoeken, tante. Maar gebruik dan geheel de voorzichtigheid, Gerardo. Oh. Vooral de voorzichtigheid gebruiken. Tante, Margot, u hebben gehoord dat ik Silvio deze mens heb aangeraden. De grote voorzichtigheid. Oh. Zeker hoor, Silvio. Jij bent een lieve jongen hoor. Wacht, even een doek omslaan. Nu lijk ik een echte heks, hè? Madonna, in een heks, foei toch. Om dat zo kunnen? Van moederszijde waren er een stuk of 6 heksen in mijn geslacht. Als je in Biswick de naam Trimothy noemt, kruipen de mensen nog onder de tafel, hoor. Nou, daar gaan we dan. Ah, mens. Dit kliverige model. Oh, mijn arme schoentjes. En die mist, ze wordt alsmaar dikter en grijzer en killer. Daarom heet dit park ook al sinds 100 jaren een gruwelpark, meisje. Huh? Vrolijke naam, tante. Is hier al zoveel gebeurd? Oh, wel nee, jongen. In de 14e eeuw hadden de MacAppers nog het recht om stropers en zo te veroordelen. Om ze wat sneller te laten bekennen, gebruikten ze bepaalde kunstjes. Huh? En om geen rommel in huis te hebben, deden ze het alles in het park in het donker af. Er schijnt af en toe een beetje gejammerd te zijn. En als je dan weet hoe graag de mensen roddelen, dan begrijp je hoe dit park aan zijn bijnaam kwam. Kijk, daar is de put. Ja, ja toch, hè? Ik kan het drempel niet eens goed zien. Ah, wat is die skelet? Ook een stroper, maar dan? Nee, dat was die brave Simon McPilvy. Die was zo'n 200 jaar geleden hier tuinman. Hij liet per ongeluk een shilling in de put vallen en is toen blijven zitten om op te letten of niemand dat muntstukje met de put hebben opviste zonder dat hij het merkte. Erg zuinig man, die Simon. Is die man blijven zitten tot hij zeker... Ja, zeker, jongen. Schotse vasthoudendheid, weet je. En waarom heeft niemand de moeite genomen om hem weg te halen? Nou, aanvankelijk, omdat hij daar niet om gevraagd had, Jerry. Hier in Schotland dringen we ons nooit op. En daarna, omdat Monumentenzorg nu eenmaal verboden heeft om verandering aan te brengen. Ecco die voetspoor. Zie hier, tante. Nee, dat zijn de sporen van een reus. Kijk toch eens, Jerry. Ja. 1, 2, 3 spanwijdte van mijn vingers.
Dat is ruim 60 centimeter. Zulke voeten bestaan eenvoudig niet, het is bedrog. Benen, dan wij gaan onderzoeken, de bedrog. Waar gaat dit pad heen, tante? Eens kijken. Langs de slangenvijver. Langs die vreemde planten die Angus McCabell uit Zuid-Amerika heeft meegebracht. Dan langs die vervallen kerkers. Oh ja, ja. En dan naar de dwaaltuin. Ja, daar moeten we heel beslist even gaan kijken. Ha, die goede oude dwaaltuin. Wat heb ik daar als kind heerlijk gespeeld. Kom je echt niet mee, Jerry? Waar heb ik die zaklantaarn? Oh hier. Nee, 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 tante. Ik ga de put in. Dank u. Is dat toch nog wel te vertrouwen, denk je? Ik laat duidelijk horen dat ik nog één keer geef dus zo'n grote waarschuwing. Nou, dat touw is nog best hoor. En pas jij maar op jezelf. Mister Silvio. Oh ja, en ik zat pas op Margot. Veel geluk. Komen jullie nou? Blijf vlak achter me, kinders. Tot straks, Jerry. Rare boel. Hier schreeuwen de uilen bij klaarlichte dag. Nou ja, klaarlicht. Kom op, Gerard, ouwe reus. De putten met jou. Er zal wel een of andere gang op uitkomen. Tjonge. Schijnt nog water in te zitten. Maar wel heel diep. Wat een geur. Zo. Benen om het touw. Bal. Van de draaibalk los. Zak maar weg, emmertje. Kom niet te dicht bij die grote bladeren, liefje. Dat zijn vleesetende planten. Huh? De enige wezens die de laatste jaren kans gezien hebben om op Abercrombie voldoende vlees te krijgen. Oh, wat een naar odeur hangt er aan die dienen. Oh, wat ligt daar? Een slang? Oh, die komt uit de vijver. Kst. Ga je weg? Nee, weg met jou. Zo. Hij kon geen kwaad, Margot. Hij had een gele vlek op zijn kop. Zag je wel? Onschadelijk. Zien we nou heen? Oh ja, hier linksaf. Ach, ja, de rommel drinkt in mijn neus. Alles aalglad. Een mooie kier. Kan maar een beetje optrekken. Verroest. Alsjeblieft. Luik en trap. Ik dacht het wel. Precies boven de waterspiegel. Eens kijken of mijn lantaarn het nog doet. Nee, natuurlijk. Ja, toch wel.
geur van aarde. Hé, deze gang schijnt onder het park door te gaan. Jongen, wat een boomwortels. Hola, dat daar is geen boomwortel. Nee, boomwortels glibberen niet zomaar voorbij. Nou, dit is misschien een uitgang, maar een uitje schijnt er niet te worden. Nou, vooruit, mijn jongen. De vloer is tenminste van steen. Hé, jakkes. Wat is hier bijna helemaal volgegroeid? Nou kan ik jullie die oude kerkers niet laten zien. Helaas, Donna, het is een mist. Ze wordt steeds dikker. We zouden toch niet kunnen zien, uw kerkers. Maar ik zie nog wel een zo grote voetspoor. Oh ja, dit leidt wel naar de dwaaltuin. Daar heb ik geen ogenblik aan getwijfeld, hoor. Zo, daar hebben we de open plek. Wat een charmant. En daar staat die boom. Waar? Oh, dit hier. Dat is geen boomkindje. Dat is die goede oude galg waar mijn vader een schommel voor me van gemaakt heeft. Ach ja, wat is dat lang geleden. De schommel. En de zombies. Wat zei u? Zombies? Maar wat zijn zombies? Dat weet niemand, meisje. Niemand heeft ze ooit bij daglicht gezien. Ik heb er 's nachts dikwijls mee gespeeld. Oh, in de nacht, zalor, tante. Hoe kon u? Ja, dat zei mijn moeder ook. Mijn kleren werden zo vuil en ik moest maar niet zo met iedereen aan het spelen gaan. Ach, ze waren zo aardig. Vraag me af of ze er nog zijn. Oh, ik geloof niet dat ik graag zo wil zien, uw zombies. Maar ik zei toch al dat niemand ze ooit zag, kindje. Je voelt ze alleen. Net of iemand een klamme hand in je nek legt. Oh. Erg leuk. Misschien komen ze nu ook wel met die mis. Ik wil niet een klamme hand in mijn nek. Oh, maar mag ik dan leggen mijn zo droge hand om jouw schouder, Margot? Mm. Zonder dat jij gaat doen de judo? Nou, oui, bien sûr. Waar zou Gerardo blijven? Gerardo. Altijd maar Gerardo. Gerardo zit in de put. En weet jij wat er gebeurt met Gerardo's die in de put zitten, Margot? Die moeten wachten tot ze verlost worden, geloof ik. Nou, hier moet de ingang van de dwaaltuin zijn, kinderen. Wat zijn dat? Muren? Heggenkind. Er ging tientallen jaren gesnoeid. Ach, wat is dat mooi geworden. Wat heb je, kindje? Oh, een klamme hand in mijn nek. Nou, niet zo flauw, maar gootje. Zombies doen echt geen kwaad. Ja, ik voel het ook. Ze zijn er nog. Tant, die blauwe lichtjes achter ons. Nou, dat zijn zombies. We moeten nog wel een beetje doorlopen, hoor. Ze hebben zo'n rare zin voor humor. Soms, als je tegen die lichtjes inloopt, kan je schok oplopen. Moerasgas. Oh, beste jongen, we zitten boven op een berg. Hier is geen moeras. Ze komen dichterbij. Ah, een klamme hand. Ze zijn alleen maar blij dat ze me terugzien. Kom, kinders, een beetje doorlopen. Ik wil nog voor het diner thuis wezen. Jammer, het is hier te donker om te zien of die voetsporen doorlopen. Maar dat merken we wel. Perfetto. Hoe merken we dat? Oh, heel eenvoudig, Silvio. Jij gaat voorop en als je tegen iemand aanbotst die boven de normale grootte is, dan weten we alweer iets, hè? Madre mia, ik voorop in deze half duister. Natuurlijk, jongenlief. Wij vrouwen blijven vlak achter je om je raad te geven als je in moeilijkheden komt. Familietraditie, hè? Oh, natuurlijk. Even vastmaken, mijn schoenveter. Goed, wij lopen zachtjes door. Tante, ik hoor wat. Hoort u ook? Ja. Kijk eens dan. Kom dichterbij. En achter u, tante. Zombies. Ze glijden op ons af. De lieverds zijn altijd zo plagerig. Let maar niet op ze, kind. Laten we hier de zijlaan instappen. Eerlijk gezegd waren er hier soms vreemde wezens rond. Silvio. Silvio, waar blijf je nou? Van alle zotte geitengroeierij die ik ooit heb meegemaakt, vind dit genoeg echt wel de brazure rotaat. Waar zit ik nou? Ben jij dat, Jerry? In levende lijven? Ah, inderdaad, tante. Hoe kan ik hier anders zijn dan in levende lijven? Ga weg, ding. Oh. En mijn kamer is er soms ook als hier niet behoort te zijn. Oh ja? Nou, die dingen weer. Blijf van die zombies af, Jerry. Ah. Als je ze plaagt, dan steken ze net kwallen.
Kom hierheen. Ja, van Colin gesproken. Het lijkt net over een stuk of drie tegen mijn gezicht plakken. Die lieve, lieve wezentjes. Ze willen vriendschap met je sluiten. Doe ze nou geen kwaad, Jerry. Laat ze maar, kom hierheen. Ik kan nog niet hierheen met de vieze beesten. Nou, Margot, doe niet zo overdreven. Zombies zijn geen beesten. Ja, waar bent u eigenlijk? Ik kan geen hand voor ogen zien. En wat ruikt het hier, muf? Hierheen. Hoe. Kan je ons zien? Ja, tamelijk vaag. Ja, waar zijn we eigenlijk, tante? En waar is Silvio? Achtergebleven om zijn schoenveter vast te maken. Het ding is misschien in de knoop geraakt, want het duurt er erg lang voor u ons inhaalt. Maar waar zijn we? Ergens in de dwaaltuin, jongen. Op zoek naar de eigenaar van de grote voeten. Oh, nou, daar heb ik onderwijl de oplossing van gevonden. Kunt u zien wat ik hier in mijn hand heb? Hm? Staat toch recht om, ding. Wat heb je daar? Twee handtasjes? Nee, twee van die plastic zwemvliezen. Van die dingen die onderwaterzwemmers gebruiken. Wat wou je daarmee, Jerry? Er valt hier niets te zwemmen. Dat heb ik onderwijl ontdekt, ja. Via de put ben ik in een onderaardse gang terechtgekomen. Vlak voor ik mijn zaklantaarn verloor, vond ik deze twee dingen. En het zal me niet verbazen als ze precies in die voetsporen passen. Oh, zo, zo. Maar wie wil je nu in vrede staan met die dingen rondlopen? Waarom? Daar komen we nog wel achter, tante. Dit vond ik ook. Nog meer? Wat is het? Fles oude whisky? Oh, mon dieu. Whisky, whisky, hè? Iedereen praat altijd maar over whisky. Dit is de cocktailshaker die opeens uit de huiskamer verdwenen was. Hier 7000, hier 7000. Hier, vrouwantje, hier, vrouwantje. We leggen noordnoos voor en Thijs heb ze duim verstuikt. Stik, wanneer leer ik het nou eens? Hier 7000, 7000. Hier bloemkoolversiering dromer, hier bloemkoolversiering dromer. Kom maar in, 7000. Object nog steeds niet gevonden. Eén persoon weg. Vier personen raken verdacht. Verdacht van wat? Mishandeling met dodelijke afloop, subsidiair poging daartoe. Bedreiging van bewegingsvrijheid, eerbaarheid of leven. Als het verband houdt met het object, moet je dadelijk protesteren 7000 in drievoud. Ik heb wel wat anders te doen. Persoon 3 bis is in de put verdwenen. Zonder hem kan ik niet verder. Vraag assistentie bij weg- en waterwerken 7000 of anders bij de duikerschool. Oeh, wat een baan. Roris, ja. Met jou heb ik een appeltje te schillen, broeder. Heb je het nou? Een mens denkt alles te kunnen, maar dat gaat nou helemaal niet. Wat bedoelt u dan? Eigenlijk schaam ik het me om te zeggen. Ik ben de weg kwijt, kind. Die heggen zijn ook zo formidabel gegroeid in al die jaren. Oh, ik ben bang. Ja, je weet waar je heen kunt, is niet Margot. Mijn trouwe schouder. No, merci. Als we even blauwe lichtjes achter jouw trouwe schouder, hè? Wel, alla, red toch weg, jullie. Hey. Oh. Wees toch niet zo ongeduldig tegen die schatjes, Jerry. Ze willen helpen. Oh. Wacht maar, ik weet geloof ik nog hoe ik met ze praten moet. Ja, kijk, daar gaan ze. Laten we ze maar volgen, kinders. Ze brengen ons wel weer naar buiten. Zijn er toch een dotjes? Verschil van smaak, zou ik zo denken. Geef mijn arm, wil je, Marco? Ik heb helemaal geen behoefte aan jouw arm, dronkman. Ik kan heel goed op mezelf passen. O ja? Kijk dan vooral niet achter je. Daar dwaalt een hele zwerm zombies. O, Gerard. Ja, dacht ik wel. Kom hier, ik zal mijn arm om je middel slaan. Dan komen ze niet bij je. Weg, au! Had meneer gebeld? Inderdaad, Jarvis. Ik was even vertrouwelijk met jou praten. Ik vrees dat ik dat alleen met leden van de clan MacApple mag doen, Mr. Fogbound. Oh, nee.
Dat meen ik beter te weten. Ik heb immers het genoegen te spreken tegen Jarvis Daldry, jaren geleden berecht wegens het verduisteren van 20 balen kippenvoer. Een moment van zwakte, sir. Mijn liefde voor pluimvee. Of het feit dat er de zeer speciale whisky uitgestookt kan worden die de glorie van Abercrackie uitmaakte. Niet waar, Jarvis? Oh, het is van geen betekenis meer, maar kunnen wij vertrouwelijk praten, denk je? Waarmee kan ik u van dienst zijn, sir? Ik heb hier een klein recept en ik heb inderhaast vergeten het bij een apotheek te brengen. Jij zult mijn grote dienst bewijzen als jij zo dadelijk even naar het dorp gaat en mijn vergeetachtigheid herstelt. Oh, zeker, sir. Als het anders niet is, sir. Het is genoeg. Ik begrijp wel, beste Jarvis, dat het goed zou zijn als later niemand meer zou weten dat jij dit recept hebt aangeboden. Huh? De samenstellende delen zijn nogal vreemd, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar, sir, dat, ik... Nee, dat niet. Jawel, Jarvis, dat wel. Of, tok, weet je nog? Ja, sir, ik zal gaan. Voortreffelijk, beste Jarvis. Je bewijst er niet alleen mee, maar ook een lieve dame een dienst mee. Een dienst waar ze niet het flauwste benul van heeft. Nou, hebben jullie nou nog een hekel aan zombies? Hebben ze ons niet prachtig naar de put teruggebracht? Waar gaan ze eigenlijk heen, tante? Naar de oude kerkers, jongen. Daar zijn ze altijd. Foei, foei, foei. Het was een aardige wandeling, maar ik ben toch maar weer blij dat ik dat goede oude Abercrackie zo fors en onverwoestbaar voor. Oh, daar gaat weer een toren tegen de vlakte. Nou ja, we hebben er nog genoeg over. Zeg, schrapen jullie de modder van jullie schoenen voor je binnengaat? Margot, dus zo'n grote geluk weer te zien. Ach, ik heb gedwaald, alsmaar gedwaald. Ik heb het idee dat we nog erger dwalen zolang we jou niet buiten de deur smijten, vriendje. Dag, Silvio. Hé, Jerry, wat ben je toch kort aangebonden en hatelijk. Silvio waarschuwde je nog wel voor die put. Dat wou ik maar even zeggen, ja. Hoe kon hij weten dat iemand zou proberen om het touw door te snijden waar de putemmer aan hing? Ah, maar ik heb het de tweede gezicht. Ik had gezien van tevoren dat jij zou lopen gevaar. Wel. Jij zag van tevoren dat iemand het touw doorsloeg. Wel. Maar nee, ik zag dat iemand jouw kop doorsloeg. Maar in mijn tweede gezicht, zij wordt wat bijziende. Benen, jij bent er nog. En daarom gaan we dan maar gauw naar binnen. Het begint koud te worden. En ik krijg echt honger. Jarvis! Tot uw dienst, my lady. Over een half uur willen we dineren, Jarvis. Ik hoop dat je iets lekkers hebt klaargemaakt. Gedeeltelijk wel. Gedeeltelijk niet, my lady. En doe nou geen raadseltjes alsjeblieft, Jarvis. Wat is er? Ik had reden om even afwezig te zijn met uw verlof. Bovendien was meer dan de helft van de conserven verdwenen, my lady. Had je de boel niet behoorlijk weggeborgen? Ik had de etenswaar in de oude geldkist gesloten, my lady. Iemand of iets heeft de deksel opengebroken. Oh. Heb je nog iets bijzonders gehoord toen we weg waren, Jarvis? Gestommel of zo? Nee, my lady. Behalve het spook en het geklop was er niets te horen dat op enige activiteit duidde. En de notaris? Mr. Fogbond is na het drinken van een kop thee opeens erg slaperig geworden, my lady. Zeer slaperig, met uw verlof. Ik zal nooit aan die Engelse gewoonte wennen. Na elke slok die ze drinken vallen ze in slaap. Nou goed, zie maar wat je doen kunt. Jarvis, we rammelen van de honger. Zoals uw ladyschap beveelt. Door Arine en tomaatsap, maar tante. Dat is nu eenmaal het enige wat we nog op de pof kunnen krijgen, meisje. Oh. Niemand in het dorp wil het eten. Oh, nou, als ik heb de geld, ga ik alle Arine kopen die in tomaatsap zit. En een grote bractoto. En dan rijd ik naar de zee en dan smijt ik alle Arine en tomaatsap in de water. Ik vrees dat je dan bij mij zult moeten aankloppen, Margot, want ik krijg die erfenis natuur. Oh, jij lelijke rotarige aap. Jij. Kom, niet kibbelen. Oh,
precies uitmaken wie er het eerst in de beurt is op de elf. Hier heb ik jullie geboortebewijzen. Mooi nauwkeurig. Kijk toch eens aan. Allebei op dezelfde minuut van hetzelfde uur geboren. Ja, maar zegt, maar ik thuis, hè? En ei in de diertuin. Dat zeg jij nog eens één keer te veel, hè? En dan bezorg ik jou een blauw oog, dametje. Je begint er flink te vervelen. Ah, vooruit dan. De blauw oog. Geef op de blauw oog. Laat mij dus een grote eer voor jou te vechten, Marco. Straks, kinders, eerste zaak. Ik zal 2 horoscopen maken, dat kan ik voortreffelijk. En dan moet je eens opletten wat er aan de dag komt. Jij vooral, Margot, liefje. Wat bedoelt u, mijn tante? Wat weet je? Wat wil je niet bleek? Wat is er? Oei, dat weet ik niet. Jij zult een beetje moe zijn, denk ik. Goed, ik ga morgen eens lekker horoscoop trekken. En dan zien we verder. Als we toch zo gezellig zitten te praten, zullen we het nu weer eens hebben over oom Donald. He? Over oom Donald die waarschijnlijk een heel onprettig einde heeft gevonden. En die erbij moet zijn als die deksel zijn erfenis gevonden kan worden. Oh ja, natuurlijk. Nou, Jerry, zeg maar wat je op je hart hebt. Macabre, oh. Macabre, gedenk. Oh, Silvio, doe de deur dicht, dan begint hij weer. Nou, Jerry, wat wou je vertellen? Ik heb een theorie over die verdwijning van oom Donald. Dat is fijn, jongen. Maak er een kruiswoordraadsel van, hè? Ik ben gewoon gek op kruiswoordraadsels. Daar, naast die kist, vond ik zijn portefeuille. Naast de put vond ik zijn pruik. In die onderaardse gang de cocktailshaker en die plastic zwemvliezen. Oom Donald is ontvoerd. Wat hebben die zwemvliezen daar dan mee te maken, jongen? En die shaker? Nou, degene die oom ontvoerde wist dat hij voetsporen zou achterlaten. Daarom gebruikte hij die dingen om zijn voetafdrukken onherkenbaar te maken. Geweldig. En die shaker? Kreeg oom Donald die over zijn hoofd of zo? Nou, die werd later weggehaald. Oom is een MacAber en een MacAber leeft hoofdzakelijk op vloeibare spullen. Ik leid eruit af dat oom toen nog niet dood was. Misschien helemaal nog niet dood is. Wacht eens. Natuurlijk. Die conserven die uit de keuken verdwenen, ook voor oom Donald. En nou, ach, zo domme vraag. Waarom zou men ontvoeren oom Donald? Om te winnen de zo nodige tijd, Silvio. En wanneer laat je nou eens alsjeblieft dat quasi-Italiaans achterwege? Wie wil winnen de zo nodige tijd? Gerardo met de kleine hoofd? Waarvoor wil men winnen tijd? Op dat kunnen komen de zo erg verwachte medeplichtigen, Silvio. En om het nou eens zonder onzin te zeggen, zolang oom Donald er niet is, kan de erfenis niet toegewezen worden. Zolang die schat hier nog ergens in de muren zit, is het de moeite waard om bendeleden hierheen te halen. Genoeg bandieten om ons, die hier zijn, stuk voor stuk in narigheden te brengen. Oh, het zal die bendeleden eventueel nogal wat tijd kosten om hier ongemerkt naar boven te komen. Maar wat zal het dan, Jerry? Jij en Silvio moeten ze tegenhouden, dat is alles. Ja, ik ben maar één enkel mannetje, tante. Ik ben geen UNO-leger. En die bedrieger daar hoort bij dat stel. Wat draag je weer door? Margot zit bijna te slapen. Kom mee, liefje, we gaan naar onze slaapkamer. Zie je dan? Dat komt van de buitenlucht. Mooi. Wacht, hou maar weer, jongelui. Jerry, mijn beste dromer, weet je wat altijd heel onwaarschijnlijk kan klinken? Dat wat het meest waarschijnlijk is. Al zal ik jou en je bende helemaal alleen in... Jij kunt in je eentje zelfs geen 12 sardientjes, anussen niet in een blikje zitten. Ja. En je verstaat de kans niet om je bemind te maken bij de dames. Meer souplesse, Jerry, meer savoir vivre. Ach, de zo schone stem. Ah, deze zo schone handen. Ja. Dat soort dingen, weet je, in plaats van dat gebrul over bende en cocktailshakers. Oh, Margot, schijnt aan mij onbehouwenheid meer en meer de voorkeur te geven. Man. Margot? Ach ja, die lieve Margotje. Jerry, bloeiende kaas verint uit het klompenland. Wees wijs, vergeet Margotje, vergeet dit kasteel. Ga terug en plant een veld vol mooie tulpen. Aha, wat is dat vreemde geluid weer? Ja. Waar ga je heen, Jerry? Dat is een mysterie dat ik nou eens meteen ga oplossen. Wees wijze, man. Pas op, denk aan die put en wat je daar gebeurd is. Blijf toch hier, man. Spaar je adem. Wacht eens. Dat is daar. Ja. Die trap rechts. En nou? Deze gang, geloof ik.
hoek daar. Heeft u een ogenblikje, sir? Tabakko, wat er is... Laat u dat maar achterwege, sir. Ik weet weer wie u bent. Ziet u eens, dit kreeg ik van Mr. Fogbond om naar de apotheek te brengen. Alle weerga. Zoals u opmerkt, sir. Juist. Nou komt hij letterlijk in mijn straatje. Nog een paar passen, mannetje. Dwaaltuin in de mist was het vierde deel van Het Spook van Abercrombie, een seriehoorspel in 6 delen geschreven door Dick Dreux. De rolverdeling was als volgt. Lady Euphoria Trimothy Macabre, Ludie Nijhoff. Gerard Macabre, Hans Veerman. Notaris Fogbound, Chris Bai. Margot Macabre, Corrie van der Linden. Silvio Macabrio, Harry Bronk. En Jarvis, Willy Ruys. De regie had Dick van Putten.